Nou, ik ben natuurlijk altijd in Suriname voor vakantie, weet je, familiebezoek en alles eromheen. Maar als ik hier ben, wil ik toch wel me inzetten voor sport in Suriname en nu ook het Caribisch gebied. Dus ik ben een beetje hier om voorbereidingen te treffen voor het derde RSA basketbalkamp in augustus. En een beetje promotie van onze nieuwe editie van Sport in Caribbean. Het RSA Basketbalkamp gaat dit jaar de derde editie in. Als je terugblikt op de twee voorgaande, is jouw organisatie tevreden met hoe het verlopen is? En zal het precies hetzelfde zijn voor dit jaar? Of zijn er wat zaken die geëvalueerd zijn en die misschien anders uitgevoerd zullen worden? We proberen altijd te verbeteren. We zijn eigenlijk nooit tevreden, maar het waren wel positieve kampen. We hebben heel veel uitgeleerd en heel wat verbeteringen. We hebben zaken bijgezet. We hebben bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst een dameskamp die eigenlijk als pilot gaat draaien. En we hebben ook de coaches direct bij betrokken om een coachesclinic te houden. Dus het wordt al met alle veel grotere organisatie. Maar basketbal is nu in de. Echt, het gaat goed met basketbal, dus we willen het zo blijven houden. Als je kijkt naar de sporters die de kampen, de twee voorgaande, doorlopen hebben, heeft de organisatie nog wel contact met ze qua hun sportcarrière of studie? En hoe loopt het met ze? Ja, we proberen zoveel mogelijk contact te hebben, maar we proberen ze ook heel veel ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en ook af en toe hier en daar een foutje te maken zodat ze eruit leren. Als ik ze met alles help, dan help ik ze uiteindelijk niet. Dus ik wil ook dat zij genieten van diezelfde zaken die ik heb geleerd om contacten te maken en fouten te maken zodat je weet voor de toekomst. Dus ik gun ze dat ook, maar we hebben wel contact en ze doen het heel goed. Het blad is uit, Sport in Caribbean. Je zegt je bent ook hier om zeg maar, aandacht te besteden aan de komende de uitgaven. Wat mogen we verwachten en hoe kijk je terug op nu de twee voorgaande? Ja, dus voor mijn trip naar Suriname was ik 2 weken in Trinidad en heb ik mogen presenteren voor al die sportdirecteuren in de regio eigenlijk. En ze vonden het geweldig, ze vonden de kwaliteit goed, ze vonden het een mooi idee. En we breiden dat uit. We willen echt nu in het heel Caribisch gebied gaan zitten. We zitten in veel van die eilanden al, in de Verenigde Staten en Nederland al. Maar we moeten nu echt in elk eiland gaan zitten.